De gasvoorraden in Nederland slinken een stuk harder dan we eerder dachten. Daarvoor waarschuwt Energiebeheer Nederland in een jaarlijks rapport over de gaswinning in ons land. Om te voorkomen dat de productie ver terugvalt, zijn extra investeringen nodig, zegt Energiebeheer. We gaan naar de reactievloer. Wat is de oplossing? Moeten we nu als bezetenen gaan zoeken naar nieuwe gasvelden in de Noordzee? Dat is wel wat EBN wil. EBN zegt we moeten meer investeren inderdaad om te zoeken naar die gasvelden. Ook investeren om gas beter naar boven te halen. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker om gas naar boven te halen naarmate het steeds minder te vinden is. En opvallend daarbij is dat EBN de naam schaliegas weer laat vallen. Ja, EBN, Energiebeheer Nederland, laat dus schaliegas vallen. EBN heb ik ook opgezocht. Dit is het logo, hartstikke leuk bedrijf. Dat is een bedrijf wat doet aan opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van gas en olie. Dit bedrijf heeft één aandeelhouder en de aandeelhouder is de Nederlandse staat. De Nederlandse staat met aan het hoofd economische zaken, met aan het hoofd Henk Kamp. Nou, dat is toch fantastisch, hè? Dus dit is niet de slager die zijn eigen vlees keurt. Dit is de slager die zijn eigen vlees aan het penetreren is. En ervan geniet ook. Maar, nu hoor ik jullie ook allemaal aan tafel denken. Ja, ook allemaal leuk en aardig. Maar, hoe zit het met Quadrilla? Nou, Quadrilla, dat is een bedrijf... Quadrilla is het bedrijf wat namelijk, als we gaan boren... vergunningen heeft gekregen van Henk Kamp om te gaan boren. Ook een ontzettend leuk bedrijf, Quadrilla. En Quadrilla die dacht, ja, maar wij moeten gaan boren. Dus wij moeten ook een onderzoek gaan doen of het wel veilig is om te boren. Nou, die hebben vervolgens ingehuurd Royal Haskoning DHV en Changing Society Together. Nou, en... En Royal Haskoning is een onafhankelijk ingenieursbedrijf. En die hebben dus een onderzoek gedaan voor Quadrilla. En wat is de uitkomst van het onderzoek? Eigenlijk, om meer te weten, zou je een proefboring moeten doen. Nou, waanzinnig natuurlijk. Wie verzint nou zo'n uitkomst? En in de raad van bestuur overigens van Royal Haskoning DHV zitten deze twee mensen. Dat zijn Sibylla Dekker en Klaas de Vries. Sibylla Dekker is de oud-minister, VVD-minister van Milieu. En Klaas de Vries zit op dit moment in de Eerste Kamer namens de Partij van de Arbeid. Dus ja... Wat zal het opleveren, hè? Maar goed, Samsung heeft uiteindelijk dus deze maand gezegd... we gaan het niet doen, we gaan deze kabinetsperiode niet boren naar schaliegas. Partij van de Arbeid is tegen. Zijn ze bij de VVD zeer ontstemd over geweest. Ondertussen is er ook nog een onderzoek geweest... van de Commissie voor Milieueffectrapportage. Dat is ook een ongelooflijk leuk bedrijf. En dat is een onafhankelijke commissie-onderzoeksbureau. En die doen onderzoek naar of er wel genoeg onderzoek is gedaan... naar milieueffectrapportage. En deze commissie die krijgt subsidie van de overheid van Economische Zaken. Nou, dat is toch fantastisch. En ondertussen is er ook nog een onderzoek geweest... van het Rathenau-instituut. Rathenau-instituut, oeh yeah. En die hebben onderzoek gedaan of Henk Kamp wel genoeg heeft gecommuniceerd met de bewoners. Nou, en het Rathenau-instituut krijgt ook subsidie van de overheid. Dus wat je eigenlijk ziet, dan gaan we even naar de tweede, is een stukje werkgelegenheid. Hier zijn dus alle bedrijven die zeg maar aan deze schaliegaswinning... waarbij 0 centimeter is geboord, laten we dat wel even duidelijk hebben... hebben al deze bedrijven er verdiend eigenlijk. En wat je dus eigenlijk ziet, en daar ben ik dus achtergekomen... wat onze overheid aan het doen is, die zijn namelijk... eigen duurzame energie aan het opwekken. Kijk, dit is Henk Kamp. En wat hij eigenlijk doet, is er komen allemaal zinloze bedrijven... zinloze onderzoeken, zinloze conclusies... worden in Henk Kamp gestopt. Daar komt dus uit woede, ergernis en irritatie. Dat zakt tot ver onder het nulpunt. En daar komt uiteindelijk energie uit. Dat is dit. Dat is Henk Kampinggas. Daar kun je, ben ik achter, één eitje op bakken. Eén eitje. Maar het is wel iets. Maar goed, conclusie van dit alles. Schaliegas gaat waarschijnlijk gewoon niet door. Partij van de Arbeid heeft nu definitief gezegd... er wordt niet geboord. Dit kan eigenlijk van tafel. Dus het laatste woord is aan Henk Kamp. Voor mij blijft toch overeind staan dat het kabinet besloten heeft... met steun van de Kamer... om voordat wij ingrijpende beslissingen nemen... over de energievoorziening van Nederland in de toekomst... dat we daar eerst voldoende onderbouwd de gegevens voor beschikbaar hebben. En die zijn er nog niet. Die zijn er pas in de tweede helft van het jaar 2015. En het kabinet komt dan pas tot een besluit.